De Port of Antwerp Giants mochten deze week afrijden naar de kustjongens in het kader van de halve finale van de Beker van België. Een moeilijke verplaatsing en wanneer Kane en Ryan Pearson dan ook nog in snelle foutenlast komen, moet coach Vervaak al ongewild snel vervangen. Pearson en Kane zouden niet meer terugkeren in de eerste helft. De Giants komen snel op 11-2 en 15-6, maar toch blijven ze aanklampen door onder andere een ijzersterke Archibek. Hij zou 19 maal scoren en 8 rebounds pakken. We stonden in het begin zelf sterk. Wij missen, ik weet niet wat, van alles. Gemakkelijke baskets. We geven iets te veel. De eerste helft dan aanvallende rebounds. We geven er 9. Wij pakken er te weinig. In de tweede helft is het voor de Antwerpenaren achter de feiten aanhollen. En topschutter Ponitka, Jared, Dusan en Alexander waren de bezielers van de 55-40 en 66-48 voorsprong. De Antwerp Giants konden nog milderen via Pearson en Archibek, maar verliezen de wedstrijd wel met 75-61 op Oostende. En zullen dinsdag met andere woorden top moeten zijn om de 15-puntenkloof weg te werken, om zich alsnog te plaatsen voor de finale van de Beker van België. Ja, dat mogen we wel zeggen, maar we mogen ons zeker niet laten verrassen in Antwerpen. 14 punten is een mooi resultaat, maar het kan heel snel weg zijn natuurlijk. Dus we kunnen met een goed gevoel naar Antwerpen, maar we moeten zeker klaar zijn om daar ook te knokken.